Want je moet het grut net krijgen, kennen. Kun je altijd in het liefst nog nabouwen? Want ik vind het mooi om auto's te bouwen. Het zwaartepunt ligt hier op de luchtvaart en op militair. En nou, misschien dat er eens een keer een verdwaald boordje tussen zit. En dat is het. Dit is de 14e keer. Ik ben in 2010 begonnen. Doe nog in een skamai hier in Hurdegriep. En toen dit bouwd is in 2013, toen winnen wij hier het eerste evenement. En ja, dat is groeit tot wat het nou is. Een gezellige medie met stekkers 40 bouwers. Bent u nou mee bezig? Ik ben nu met de airbrush bezig. En zoals het heet, een pre-shade dat aanbrengen op het model. Dat is een soort onderlaag waarbij je de paneellijnen een zwarte kleur geeft. Als je dan vervolgens met de basiskleur eroverheen krijgt, krijg je een soort verweringseffect erin. Dan krijg je dus een realistischer effect in plaats van dat je een model egaal in één kleur spuit. Zeg maar. Modelbouwen kan uit een dwaaske, maar soms is een foto ook nog. Ik gebruik geen bouwdoos en ik bouw alles zelf van het model. Alles maak ik van plastic platen of profielen en dat soort dingen allemaal. Het enige wat ik daarvoor gebruik zijn foto's van een auto die ik zelf vertaal naar een tekening. Hoe bent u daartoe bij gekomen om te gaan modelbouwen? Ja, ik heb eerst radiografisch gereden. Dat werd een beetje te duur met alle onderdelen die verslijten en kapot gaan. En een plastic statisch model bouwen, ben je gewoon lekker mee bezig. Het is een hobby waar je gewoon over tijd in kan steken. Je kunt het wegleggen wanneer je wil. Je kunt eraan beginnen wanneer je wil. Je bent weer zo onafhankelijk, want je zit toch binnen. En het geeft gewoon een hoop voldoening dat je zelf iets bouwt. Dus het is een Honda RSX Type S. Metalen body. Motorkap kan ook open. En de motor is helemaal zilver gemaakt door mij. Ik heb racestoelen erin gezet. Takkemier, hij treedt Lustrum. Ja, het wakker jij de Lustrum gewoon. Het idee is dan om 24 uur te bouwen. Dan geven we de hele nacht terug voor degene die dat willen. En ze zien dat we dat over hier weer oprijden.